zitten in het hotel naast de kazerne. Met z'n drieën? Ja, op één kamer. Dus ik wil snel het vinden. Ja. Sowieso, hoe goedkoop dit motel ook is, blijft het toch best prijzig als je er lang ziet. Hé, hey, waarom kom je niet bij ons wonen totdat je het gevonden hebt? Rick. Sorry, ja, dat moet ik eerst even overleggen. Lorena, ik kan even spreken. We hebben het net over je. Oh? Ja. Ik vertelde Lorena net dat jij hebt gedreigd om mij hier weg te werken. Heb ik dat verkeerd begrepen, Laura? Ik stond er net bij en het klonk wel degelijk als een bedreiging. Ik denk dat Laura een probleem mee heeft vanwege Nina en die baby. En zij natuurlijk ook. En daarom gaat ze dingen vertellen voor mij die niet waar zijn. Moet ik nu rode kaarten gaan uitdelen of zo? Ga aan het werk, allebei. Kunnen jullie buiten wachten? Ja, natuurlijk. Doei, doei, doei. Heb je muziek bij je? Ja. Ja, je snapt het toch ook wel? Aisha gaat het helemaal niet leuk vinden als George bij ons komt logeren. Sorry hoor, als dat de reden is, vind ik het echt onzin. Zij bepaalt toch niet wie we in ons huis mogen uitnodigen. Ah, daar is mevrouw Dingeland weer. Ja, kunt u niet gewoon meteen zeggen of Rikkie is aangenomen of niet? Ik neem zorgvuldige beslissingen. Als Rikkie niet een paar dagen kan wachten op de uitslag, dan moet ze misschien een ander vak kiezen. Dat is echt geen probleem. Dank u wel. Nou, even voor de duidelijkheid. Heb jij er problemen mee dat Mike hier weer werkt? Ik was verrast. Je hebt hem ooit ontslagen en ik heb hem weer aangenomen. Is dat een probleem? Ik had het heel erg prettig gevonden als je dit met mij had overlegd. Zodat je mij had kunnen overtuigen om hem niet aan te nemen. Maar ik begrijp niet zo goed waarom je het risico neemt. Mm. Maar kun je het accepteren? Ben je bereid om met hem samen te werken? Zo'n belangrijk moment. En dan gewoon je tekst vergeten. Het zijn gewoon de zenuwen, oké? Daar kijken ze vast wel doorheen. Ja, mevrouw Dwingeland, maar je zenuwen, de baas, en dat hoort ook bij het vak. En ze willen me vast niet. Je hebt echt fantastisch gezongen. We konden het heel goed horen op de gang en er stonden zelfs mensen stil om naar je te luisteren. Oh, mag ik vragen waar het over gaat? Ik heb voor Rikkie een auditie geregeld en nou denkt ze dat ze het heeft verpest. En de uitslag kan nog wel een week duren. Oh, nou met een beetje geluk ben je dan in de buurt om eraf te leiden. Heel misschien komen George, jij en Lana hier wonen totdat jullie wat anders hebben gevonden. Prima, dan is dat ook weer opgelost. Ik moet opschieten, heb een afspraak buiten de deur, dus fijn fijn. Ik heb heel even overwogen om ontslag te nemen, maar jij lachte mij net iets te zelf ingenomen. Je bent iets voor mij. Ik weet niet wat het is, maar ik kom er wel achter. En dan zullen we nog eens zien wie